Een hele goede middag, dames en heren. En fijn dat jullie kijken. Vandaag, uiteraard, weer een hele bijzondere dag. Ik mag namelijk vandaag een avonddienst gaan meelopen in de Westerweer. Dus daar zijn we dan nu. 3:15 op dit moment. En ik moest er 3:15 zijn. En ja, ik heb wel wat vragen. Ik vond zelf altijd super relaxed om avonddiensten te werken. Waarom? Het was iets minder druk, want 's ochtends heb je natuurlijk, dan moet je de mensen uit bed halen, snel. En 's avonds had je wat meer tijd voor de mensen. En dat zorgde ervoor dat je leuke gesprekken kon houden met de mensen. Ik ben dus ook heel benieuwd of dat nog steeds zo is. Of dat er dingen zijn veranderd, of dat in de Westerwereld heel anders gaat. Ik ga nu in ieder geval snel naar binnen. En ik mag meelopen trouwens met Annabel. Ik weet niet hoe Annabel eruit ziet, maar dat gaan we zo zien. Er hangt hier wel een hele erg rustige sfeer. En dat is wat we willen. Ik ga nu op zoek naar Annabel, jongens. Ik ben heel benieuwd waar zij is dan. Spannend. We gaan zoeken. Ik ben op zoek naar Annabel. Ben jij Annabel? Is ze in overleg? Weet je ook waar ze in overleg zit? Aan het begin, hè, als je binnenkomt. Mag ik denk ik gewoon even kloppen of krijg ik dan... Ja? Dankjewel, ga ik die kant op. Jeetje zeg, wat een ontvangstcomité hier. Hallo allemaal. Nee. Ja. Daar is die. Hoi Annabel, mag je filmen? Ja, hoi. Ik vond avonddienst vroeger echt super relaxed om te werken. Ja? Ja, het was altijd wat rustiger. Ja. Altijd wel fijn. En je had wat meer tijd voor de mensen. Ja, dat klopt ook. Is dat nu ook nog? Ja, bij ons wel, ja. Want dat vond ik het mooiste, jongens. Gewoon even momenten met die ouderen. Ja, de welzijn. Want ja, ik vind dat dat ook hoort bij het stukje zorg, toch? Ja, is het ook. Een stukje welzijn. Jij bent dan ook nog leerling? Ja, ik ben hier nu 2 jaar en ga bijna weg. Ga ik roleren naar Schoonhoven. En jij bent met je verzorgende 3 IG... Oh, sorry. Ja. Ja, ook. Oh. Excuus. Hij was heel eventjes uit en dat had dus te maken met, zeg ik dat goed, hoe zeg je dat? Een uitvaart. Ja, nou, is niet echt een uitvaart, hè? Nee, een uitgeleiding noem ik het volgens mij. Uitbegeleiding? Een uitgeleiding. Oké, laat het maar. Dus iemand die overleden was, die werd zojuist naar buiten gebracht. En wat ik heel erg mooi hier vind, is dat het hele huis even zijn mond houdt. Ja. Maar ook echt... Totdat diegene echt in de auto weggebracht is. En ik heb het wel in meer huizen gezien, maar dit was echt in één geheel. Dus dat is wel, dat laat wel zien dat de Westen weer een mooi team uiteindelijk is. Nou, Patricia, kom maar. Jeetje zeg, hè. Patricia, wil je dat nooit meer doen? Patricia, ik schik me helemaal de tijd. Ja, ik hoop voor jou. Ja, maar hij staat niet eens op je gericht. Want waarom ben jij zelf dan de zorg? Ja, voor mijn oma denk ik wel. Ja? Mijn oma wilde graag vroeger ook altijd... verpleegkundige geworden. En toen dacht ik ook wel, toen ben ik er meer in gaan verdiepen. Hoe oud ben jij nu, Annabel? 19. Ja, dus ik ben nog heel... Ik ben echt heel oud. Ja. En bedankt. Ik zeg. Wat doen? Ja. Eerst meneer Leerling, daarna mevrouw Raasberg en dan mevrouw Valkenburg. Van Raasberg? Oké. Ja, leuk. We willen allemaal uit, dus ik heb... Kijk eens, meteen aan het werk. Dat vind ik leuk. Oh, dat is goed. Hoe vertrouw je me? Nee, ik heb geen sleutel. Nou, nee. Je kan de voorraadkast sturen. Moeten jullie dan ook via de Roomba en de soap rapporteren? Ja, soap doen wij, ja. Hebben wij hier... Ja, ik weet dat het erbij hoort, maar soms ben je daar uren mee bezig. Terwijl je die tijd eigenlijk veel beter zou kunnen... Onzin allemaal. Precies. Dat vind ik dus ook. Niemand kijkt naar mij. Nee, dat is... Annabel vertelt net dat er ook gekookt wordt hier. Ja, maar ik ook. Ik heb nachtmerries aan koken. Ja? Ja, omdat ik helemaal niet zo goed kan koken. En opeens moest ik voor 8-12 mensen gaan koken. Dat vind ik juist het leukste van het werk. Ja. Het contact met de mensen. Want er wordt ook wel eens gevraagd van, joh, wil je verder? Of wil je niet nog een niveautje hoger? Maar dan, hoe verder je van de mensen afkomt dan. En dat is wat mij betreft eigenlijk het leukste van het werk. Wat is dat, per se voor ons? Ja, dat kan jij vanavond vertalen. Dat weet je helemaal niet hoor. Nee, dat is niet inderdaad. Maar ben jij zo ver in de zorg al dat je dat kan zien? Ja, ik ben al zien. Nee. En niet schrikken als mevrouw begint te gillen. Die scheelt gewoon. Nou, ik kom uit de zorg hoor. En plus mijn eigen vriendin scheelt ook altijd als ik thuis kom. Dat scheelt ik hoef niks te doen. Dan doe ik dat het liefst wel natuurlijk, maar...
Ze zijn hier heel goed op elkaar ingespeeld. Het gaat als een trein. Mooi om te zien. En vooral niet vergeten het respect te houden naar degene die geholpen wordt. Fijn, leuk. Want wij gaan pentjes. Hey, was goed? Ah, jou ook al gezien. Ja, klopt, ik u ook. Gaat goed? Hoe krachtige armen heeft u? Hey, ik zie u zo, ja? Jeetje, moet je kunnen, jongens, dat moet. Moet ik er allemaal in? Ja, maak me op, anders kun je het bewaren. Nou. Ik denk dat ik mijn avond wel vol maak zo. Wel, dankjewel. Ik weet niet hoe het moet. Leg eens, zeg maar eerst wat we moeten doen. Ja, maar er komt er allemaal. Sorry mevrouw, dat was allemaal peensap wat uw kant op ging. Annabel is bezig met opleiding 3IG. Ja. Verzorgend 3IG. Werkt als BBL'er. Heb ik zelf ook gedaan voor mensen die weten wat het is. BBL is werken en leren tegelijk. Dan ga je één keer in de 3 weken naar school? Nee, ik ga elke dinsdag naar school. Elke dinsdag naar school? En daarnaast werk je? Ja, 28 uur. Ja. Hoeveel verdient ze? Ja, zeg. Netto? 1100 euro. Nou jongens, dat vind ik echt heel erg veel geld. Dat meen ik serieus. Voor werken en leren. En hoe oud was je? 19, hè? Ja. Nou, bam, 1900 euro. Nee, 1100 euro. Ik maak er iets te veel van. Nou, dat vind ik echt goed. Ondertussen aan de aardappelen begonnen. En krijg ik het signaal dat, hier wordt er dus gekookt. Maar je mag zelf ook mee eten. Dat is mooi, want ik heb helemaal zelf geen eten bij me. Lekker voorbereid. Maar nu ga ik dus aardappelen eten. Met peentjes die ik zelf heb gemaakt. Het is gelukt. De aardappelen. Ik had hulp, zoals jullie zien. Maar kijk eens even het resultaat. Aardappelen zijn klaar, jongens. We kunnen gaan eten zo. Je mag hier dus eten. Als er genoeg is, hè, want het gaat natuurlijk wel om de mensen uiteindelijk, dat zij genoeg te eten krijgen. Maar ik mag eten. Yes! Dus wij eten vandaag, dames en heren, aardappeltjes. En lekkere peentjes. Die ik trouwens zelf heb geprepareerd. En eventueel een lekker visje. Jongens, ik zeg, eet smakelijk. 1. 1. Oh, sorry, hij gaat. 1. Ja. 1. Doet hij ook niet? Maar hij staat nu op digitaal, hè? Mag ik eens kijken? Ja, hoi. Dat gaat wel als een trein, jongens. Ja, trouwens, dat is mis mee. De monteur komt er voor langs. Ja, sorry. Zitten wij hier even als Wij zitten hier. Wij zitten even, doen we alles aan die tv te maken. Remco komt even. Oh ja, trouwens, doe het niet. Lekker. Hallo. Je doet filmen en met eten vanavond, met de boel opruimen. Ben je ook broeder geweest toch? Jazeker. Jazeker. Weet het nog? Soms, op mijn momenten. Maar niet meer echt. Oh? Als all-round functie. Tandenpoetsen van mevrouw. Ik doe ook nog even de andere handschoenen aan. Hoppatee. Roffel. Het gebit gaat weer in. Oh, onder niet? Nee. Is het goed? Is goed, hoor. Yes. Hier. Yes. Op het hoekje. Hier. Ja. Did it. Dank u wel dat ik u mocht helpen samen met Annabel. Nou. En wie weet zien wij elkaar nog in de toekomst. Ja hoor, goed. Prettige nacht. Ja, dankjewel. Slaap lekker, hè? Ja hoor. Ik zie u morgen weer. Ja. Doeg. Joe. Thanks daarvoor. Dat ik dat mocht doen. Dat vond ik echt heel leuk. Ja, dat meen ik serieus. Oh, okay. Nee, daar word ik echt weer heel erg blij van. Ik zit natuurlijk niet zoveel meer in de zorg. Maar dit soort momenten, dat vind ik echt heel erg leuk om te doen. Dus dankjewel. Ik denk dat wij ook wel ongeveer aan het einde zijn van het meelopen. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik wel, Vond je het leuk? Ja. Ja? Mag ik vaker? Ja, zeker weten. Want wij gaan een keer samen een zwerfnacht. Ja, een zwerfnacht. Dan gaan we de video afsluiten. Wil je me daarbij helpen? Is goed. Weet je hoe het moet? Nee. Oké. Okay. Dan zeg ik, de dag is altijd florisant. En dan zeg jij, met een beetje variant. Oké, met een beetje variant. Ja? Oké. Dankjewel voor het kijken. We gaan hem afsluiten voor deze week. Dus dan zeg ik natuurlijk allemaal weer, de dag is altijd florisant. Met een beetje variant. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Doeg.